In december 2010 verruilde Pantaleon Hyenius na meer dan 15 jaar zijn atelier in de binnenstad van Roermond voor een nieuwe werkplek in het 15 kilometer verderop gelegen Herkenbos. Een goed moment om de stand van kunstzaken op te maken. Nou, mijn buurman zei tegen me, je bent een prutser. En in eerste instantie vond ik dat een belediging. Maar achteraf zag ik de waarheid van zijn woorden. En ik ben een prutser. Ik ben een ongelofelijke prutser. En nou ik dat weet en dat heb bekend ten opzichte van mezelf, voel ik me er eigenlijk goed bij. P. Prutser, wonende te Masniel in een kuthuisje. Pas die krijgt een klok van Adriaan, die krijgt niets. Zo, kom de volgende gooitje, blijf het als de meer. Zei je? Als ze zeggen, je kunt hier komen wonen voor 400 euro, dan doe ik dat. Hij is te koop. Ja, nou zie je, bedoel ik. Goed, we gaan even zo. Maakt geen landschappelijke werken, hè Leo? Geen landschappelijke werken. Nou, als het even kan wel, maar ze lukt allemaal niet. Dus ik ben wel met abstract begonnen, want landschappen, daar was ik niet zo goed in. 1. Werk wegflikkeren.
flikkeren 2. Een scheiding van mijn werk gaan maken. Stel voor, ik zou niks vinden om mijn werk ergens nog eens op te slaan. Dan zou ik dat in een garage gaan doen bij ons. 3. Ik heb volgende week een tentoonstelling op het centrum. 4. Dingen die moeten in dozen. En bijvoorbeeld die kast waar je bij zit, die heb ik al genummerd. Die leggen we op de grond, die gaan we uit elkaar draaien. Dus dat is mijn plannetje. Ik wil iets behouden daarvan. Het beste werk, zullen we zeggen. Weg. Weg. En dan zie ik Cyril erbij staan en denk ik, ja, het is eigenlijk ook precies zo'n... Mij geeft dat precies zo'n gevoel als ik bij een tentoonstelling ook allemaal gelul hoor over mijn werk. Weet je dat ik me dan gewoon schaam voor mijn werk? Zo van, ja, waarvoor doe ik het ook weer? En andere mensen, die kunnen daar niks in zien. En allemaal van die rare dingen vragen me dan af. Van, wat een niet praten allemaal. Ik voel me dan een heel behoorlijk gefaked. Je wordt in de schijnwerpers gezet en... Je voelt dat de schmink niet achter je oren zit. Dat je een lange zwarte haar op je neus hebt. Bij wijze van spreken. Zo. Dat onheimische. Nachtmerrieachtige. Maar kwalitatief. Is dat niet te meten. Waarom dat stukje nou totaal interessant is. Dat is niet te vertellen. En als je het zou gaan uitleggen. Ja. Het is totaal onzegbaar allemaal, wat je doet. En wil je het nog het voet terugkrijgen? Dan verdwijnt hij met zijn kop helemaal niet. Een boompje om. Ik ga het hier even. Ah, dat zijn, als je het dan hebt over kunst, van, je kunt doorsnedes maken of associaties. Wat je nou net hebt, die zijn dan zo gek dat ze opeens een heel nieuwe ruimte maken in je hoofd. Nou, dat is fantastisch, dat je opeens een soort terrein in je kop komt waar je nog nooit geweest bent. Zoals dit. Zoals dit. Dit is echt. En daarom is het ook gek. Mensen die dus borderline zijn, hè, die dus flink ergens last van hebben, die zitten aan de grens van dingen. En maar die grenzen van dingen, die zijn juist interessant. Want er zijn plekken waar mensen niet komen. Alleen een of andere gestoorde die dit moet doen. Nou, dat is fantastisch. Jongen, ja, ja, zo.
vies, man. Schildpadden vies. Stront. Als je vanavond gaat kotsen, is het je eigen schuld. Ik ben al een uur bezig met die hond, iedere ochtend. Dan wil ik nog een half uur oefeningen doen, 's morgens vroeg. Een soort tai chi oefeningen. Nou, tel maar op. Stel voor dat ik daar ga fietsen, ben ik 3 uur al kwijt. Kwijt. Heel positief ook bedoeld. Van mijn dag. Dat vind ik wel een beetje erg veel worden. Nou. Steek je klauw uit, man. Er zijn misschien 3 blijken van belangstelling voor mijn werk geweest. 1. Een docente die zegt van, goh, verhuur je ook werk? Dan heb ik interesse om een werk te huren van je. Maar dan moest je dan nog even thuis overleggen. Maar de man die voelde er niet voor om 10% per jaar te betalen. Een andere reactie was van, goh, leuk werk. En de derde reactie was dat 1 schilderij gestolen is. Wat ik ook een blijk van waardering vind. Toen ik dat vertelde tegen een administratrice van het centrum, dat ik werk in elkaar aan het slaan was om het op te ruimen. Dus ja, nou, als je nou een leuk werkje vindt waarvan je denkt, nou, dat is iets voor mij, dan ben ik toch wel benieuwd. De volgende dag komt de administrator, die komt langs, administrateur. Ik zeg, goh, wat leuk, zegt het werk wat je voor Anja hebt meegenomen. Heb je nog meer? Nou, uiteindelijk heb ik 4 werken heb ik daar versleten aan die mensen. En nou, dat allemaal van op, zo van, kijk, was eigenlijk een leuk gevoel. Uitdelen, een beetje Sinterklaas spelen. Nou, en toen heb ik van hun 4 een liter fles Bols jenever gekregen. Nou, dan zeg je, dat was toch niet voor niets dat je dat gemaakt hebt. Zo, dus. We zijn nu in Herkenbosch, hè? Ja. En dat, daar is het nieuwe atelier. Ja. Een atelier waar ik een thermostaat heb die ik zomaar aan kan draaien. En dan is het gewoon 20 graden als ik 20 graden wil hebben. Nou, dat heb ik 40 jaar niet gekend. Je kunt je zin ontlenen aan iets te willen betekenen voor mensen. Ik denk altijd zo, alles heeft een ontzettend opportunistische reden. Dus als ik mezelf ga analyseren, ook als opportunist, dan denk ik dat ik kan scoren bij anderen met mijn kennis, met mijn inzicht in dingen. Nou, en dat is bij wijze van spreken mijn wapenmateriaal waarmee ik door het leven fiets en iets van betekenis suggereer. Voor mezelf en voor anderen. Kan je jouw werk effectvol noemen? Nee, juist weer niet. Dus je hebt het over het werk en je hebt het over de achtergrond van dingen proberen te snappen en daarmee mooie sier maken. Dat is verschrikkelijk opportunistisch. Nou, zo durf ik mezelf ook wel te zien. En dat is heel genadeloos misschien. Het zou wel eens kunnen zijn dat ik een onderzoek aan het doen ben naar
hoe dingen werken, hoe dingen in elkaar steken, om uiteindelijk een soort leraar te zijn. Een guru. In principe was ik voor mijn gevoel met een heel lekkere serie bezig. En dit was een ultieme, vond ik toen. Ik kan heel moeilijk werken op een wit doek dat je staat aan te gapen en waar je iets op moet doen. Met zo'n karton. Wat ook niets kost, daar kan ik gewoon lekker op krassen en rotzooien. En die foto die erop zat, die was al wat. Dus ik kan me afzetten tegen dingen die er al in zitten. En dan blijkt dat ieder kartonnetje zo zijn eigen wijze van werken, zijn eigen wijze van zijn heeft. Dat die gelaagd is op verschillende manieren. De ene met grijs karton en de andere met wit karton en de andere keer zitten ribbeltjes onder. En dat is allemaal speelmateriaal. Dat ik me niet aan werk kan zetten wat een lineair door mag gaan voor een flinke tijd. Dus ik zit gewoon te prutsen met mijn oude werk. En daar is wat van te maken.